Met VHP-parlementariër Cedric van Samson spraken wij over de herintrede van André Misikaba in de politiek. Hoe kijkt van Samson hiernaar en verwelkomt hij Misikaba wederom in de politiek? En verder spraken wij met hem over de aanname van de ethische codes door de politieke partij, de NDP. U hoort parlementariër Cedric van Samson, waar geruime tijd de geruchte molen de ronde deed dat hij waarschijnlijk naar de ABAP zou gaan, want de ABAP-voorzitter die had openlijk in aanwezigheid van de pers een handreiking gedaan naar de heer Misikaba. En dat was dan de nieuwe grond, ja, bij uitreiking van grondpapieren. Weer anderen dachten dat hij zijn eigen politieke partij zou oprichten. Maar uiteindelijk zegt hij, na goed uitgerust te hebben en na goed overleg met zijn gezin, stapt hij dus nu weer bij de NDP. Ja, u verwelkomt hem. Nou, het is zijn keus. En ik denk dat hij heeft aangegeven dat het politiek werk ook drukt op je. En dat is iets dat ik moet onderkennen. Jouw gezin, jouw directe omgeving gaat eronder lijden. En meneer Misikaba is niet nu in de politiek. Dat mag je wel zeggen, ik denk. Langer dan 15 jaar. Zelfs zit hij al in de politiek, 20 jaar of zo. En ik denk dat het ook zijn tol zal hebben, toch? Maar de realiteit is, wanneer je eruit stapt, omdat je zegt of je verbindt consequenties aan de uitslag van de verkiezing, dan vraag ik me af, wat is het? Heb je gewoon pauze genomen? Akondere isabtak, u rommel akondere, u ibenumwalo. Figuren tot beleidsadviseur, Isabtaki, je hebt meegewerkt om die nonsens te vergroten, toch? En dan weet je dat er rommel is, je weet dat er goed gerommeld is, daar is, wat doe je nu? Apatufaya toch? Daarom zegt men dat apatufaya, de nema hoya gogo. Dus dan moet je een pauze nemen. En heb die pauze goed genomen. Al die dingen van het land, die moeilijke dingen die niet geregeld konden worden, zijn geregeld, toch? Konden die rustig vaarwater nu, BTW is doorgevoerd, toch? Subsidies worden afgebouwd. Er is een nieuwe BW, burgerlijk wetboek. Dus we hebben al die soort moeilijke dingen al gedaan. En dan natuurlijk toch apatukonko. Nou, dat kan kogo, ja gogo. Begrijp je? Dus ik zeg, wanneer ik dan luister naar meneer Misikaba en hij aangeeft dat elke president zijn best heeft gedaan, maar ook er bij elke president zijn hibbies heeft gehad, dan zeg ik, het is een beetje te laat om vroomer te komen doen dan de paus. Waarom? Omdat meneer Misikaba heeft gezeten in een coalitie met 26 zetels. Genoeg om grote veranderingen te kunnen brengen in het land. Genoeg. Wat heeft hij anders gedaan? We kennen dat ding van het patronagepolitiek van het benoemen van bepaalde mensen uit partijloyaliteit. Dat is een van de dingen die fout is in Suriname. Het is fout toch? Men praat alleen over Franse family. Maar het benoemen van het benoemen van mensen gewoon in een functie waaraan de persoon niet kan voldoen, is ook een probleem. En dat is ook iets dat ons al jarenlang plaagt. En diezelfde meneer Misikaba heeft zich ook schuldig gemaakt eraan. Want niet ik heb de Kibolupati toch benoemd tot beleidsadviseur. Dus waar praat je over? Ik bedoel, wanneer je als Van Samson hebt gedurfd om te vechten tegen bepaalde dingen en openlijk je stem te laten horen, dan kan je zeggen, want wat er is gebeurd om iemand die de competentie niet bezit, toch te benoemen uit, om de persoon eigenlijk te belonen, dat is Surinamers probleem. En dat heb jij ook gedaan. Dus om nu te komen staan en te schreeuwen over, we moeten de dingen anders doen, jij had de kans om het anders te doen. Wat heb je anders gedaan? Dus het is een mooie speech. En je mag ze dat wel mooi meegeven, hoor. Ik kan dat zeggen niet. NDP Sap Orga Entertainment. Ja man, de journalist allemaal aan die, die vrouw wil huilen, die vrouw, ja man. Ach, grapje, het was een mooie show. Goed opgezet. Dat mag ik ze meegeven. Maar voor de mensen die doordenken en luisteren, weten dat het diezelfde Misikaba is, die daar zat in een coalitie met 26 zetels. Een unicum. Welke grote, doorslaggevende veranderingen zijn er gekomen? Hij was minister van Sociale Zaken. Heeft hij ooit gehoord van de vier ogen principe? Dat wil zeggen dat alle zorginstellingen waar er kinderen zijn, dat je ervoor zorgt dat er een wet, een regelgeving komt die ervoor zorgt dat er altijd twee mensen daar zijn. Vier ogen. Twee om op elkaar te letten. Van Samson praat erover. Van Samson vecht dat het ding in DNA wordt aangenomen.
heeft met 26 zetels dat niet kunnen doen. Met 26. Waar zijn die grote veranderingen, meneer Misikaba? Waar zijn die grote dingen die u anders heeft gedaan met die 26? Dus het is leuk om te praten over die hibbies. Maar durf ze aan te pakken. Van Samson heeft gesproken over die hibbies van het overheidsapparaat. Heb je dat van Samson gedaan? Heeft? Van Samson heeft gewerkt aan artikel 28a. No work, no pay. En VAP heeft geen 26 zetels. Maar we hebben toch gedurfd om ook met andere partners die het begrepen, hebben we het toch gedaan gekregen. Dat probleem dat we altijd hebben in Suriname van Iwinti Wailanti Pai, dat er alvast één regel is gekomen. Want je gaat niet alles in één keer kunnen veranderen. Maar alvast één regel voor begin te veranderen. Ik hoop dat meneer Misikaba ook een lijst kan produceren met zaken die hij gedaan heeft in zijn functioneren als DNA-lid, in zijn functioneren als minister, die voor de toekomst structureel dingen hebben opgelost. En wat vindt u ervan, heer Van Samson, dat de partij ook, want u sprak daarnet over de verbetering en de veranderingen die ze willen aanbrengen, dat ze nu ook ethische codes hebben aangenomen? Welke ethische code? Welke ethische code, meneer Ganesh, wanneer een voortvluchtige moordenaar die 15 mensen heeft vermoord, op de vlucht geslagen is en benoemd wordt tot erelid, erevoorzitter? Wat voor ethische code? Wat voor ethische code is dat? Kijk, er is iets gebeurd tussen twee mannen die elkaar kennen. Toch? De man gaat stampen, traman. Oké. Die man is niet gerend. Hij is zich aan gaan melden bij de politie. Hij is die consequenties gaan feesten van zijn handeling. Hij is niet laf geweest om weg te rennen. Als hij de bak in moet, dan zal hij de bak in gaan ervoor. Als hij gevonnis moet, zal hij gevonnis worden ervoor. Maar hij is niet weggerend ervoor. En dat is het probleem dat we hebben. Je kan niet praten over ethische codes. Een code waar iemand zich moet houden. Terwijl iemand die de grootste ethische code heeft geschaad. Dat is iemand het leven ontnemen. Want je bent geen God. En je doet niet wasma. Je doet niet 50sma. Je doet niet Japanese. Je doet niet alasma Japanese. En je staat niet blakamang. Allemaal bij de benen. En je hebt niet eens hetzelfde van Peppy om je te komen verontschuldigen. Dus desnoods dat je als Peppy had gedaan om je te verontschuldigen. Nou, ook al zouden we weten dat je liegt. Maar ja, desnoods kunnen proberen. Maar je rent weg. Je maakt de mensen uit voor koeplegers. En jouw achterban benoemt jou tot erevoorzitter. En dan praat je nu over een ethische code. Welke ethische code? Want als iemand 15 mensen van het leven mag ontnemen, keer 15 maar, de grootste misdaad die je zou kunnen plegen, dat die persoon in een democratische rechtsstaat waarin we leven, na een proces waarin de verdachte alle kansen gehad heeft, alle kansen om zijn onschuld te bewijzen, alle rechtsmiddelen heeft kunnen gebruiken om zijn recht aan te vechten, en dat heeft hij ook gedaan, van het wraken van de rechters, tot verzet, tot hoger beroep, alles heeft hij, heeft alle rechtsmiddelen kunnen gebruiken. En als die rechtsmiddelen uitgeput zijn, wat rest jou nog? Jou neerleggen bij het besluit van de rechter. En elke partij die gestoeld is op democratische principes, moet respect hebben voor de rechtsstaat. En wanneer de eerste handeling van die nieuwe voorzitter is, om een tot 20 jaar veroordeelde meervoudige moordenaar te benoemen tot erevoorzitter, dan over welke ethische code praat je? Over welke gedragscode praat je? Want dat wil zeggen dat iedereen die nu iemand doodschiet, een erelid moet kunnen worden van de NDP. Dus ik bedoel, er zijn genoeg ereleden van de NDP in de gevangenis nu die naar buiten moeten komen. Dus ik vraag me af welke ethische code. Laten ze het niet grappiger maken dan het al klinkt. De NDP heeft laten zien, alleen met de benoeming van die crimineel, die gevluchte crimineel, tot voor erevoorzitter, dat zegt dat al veel over hun ethische code.